Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Nog niet zo lang geleden ontving ik mail, beermail, echt waar, serieus, beermail, zeker. Van Beers with Menno, nee, Bier met Menno, zeker, Bier met Menno. Menno, nogmaals, hartelijk dank. Echt waanzinnig. Super toffe biermail, hij heeft ze besteld. Bij Bierloods 22, top site. En dat weet Menno. Menno weet gewoon waar hij zijn spullen moet bestellen. En ook voor mij, echt waanzinnig. Ik was super nieuwsgierig ook naar dit bier. Uiteraard heeft hij een paar prachtige mysterieberen toegezonden. Die zal je zien op de zaterdag. Maar ook deze stuurde hij mee en ik ben rete benieuwd. Tuul. Als jij de unboxing hebt gezien, dan weet je als ik zeg Tuul welke het is. Maar ik laat het je uiteraard gewoon zien als je de unboxing niet hebt gezien. Here we go. Tuul Mexican Hot Chocolate Barrel Aged Imperial Stout 2022. Damn. 11%. Ik heb de hele middag. Rustig aan. Wat staat erop? Imperial Milk Stout. Aged for 12 months in bourbon barrels. With additions of walnuts, almonds, hazelnuts, pecans, cinnamon, cacao nibs, chilies en lactose. Ze komen uit Denemarken. Voor je dat nog niet wist. Maar gewoon die toevoegingen. Walnoten. En almonds. Almonds, ja, hoe heet het ook alweer in het Nederlands? Kom op, mensen. Althans, Remy, kom op. Het zit ook in spijs. Nee, goed, maakt niet uit. Hazelnuts, pekannoten, kaneel, cacao en chili en lactose. Ik ben heel erg benieuwd. Het is echt mega veel wat erin zit. Ik moet wel zeggen, ik heb een lichtelijke, hele kleine allergie voor walnoten. Maar in bier, het is gebrouwen, het is verhit. Ik heb het al eens eerder gedronken en toen had ik er geen last van. Wordt wel spannend, hè, die review nu. Zeker. Nee, onzin. Ik ga hem openmaken. Als ik het niet vertrouw, doe ik het ook zeker niet. Hij wou er bijna uit. Het begint gewoon te zingen, lieve mensen. Check. Hij wou er bijna uit. Maar zeker niet nu. Ik heb proper glas. Nee, het is geen proper glas. Maar gewoon het Bourbon County glas. Drinkt waanzinnig. En ik ga ervan uit dat dit een waanzinnig bier is. Ja, toch? Here we go. Oh, ziet er echt waanzinnig uit. Allereerste kleur. Zwart is geen kleur, hè? Niet officieel. Ziet er goed uit. Mega zwart. Mooie schuimkraag. Die lichtelijk aan het verdwijnen is. We gaan kijken wat hij doet in de neus. Here we go. Jeetje, Mina. Wow. Wauw. Mensen. Ik zei mensen. Ik bedoel eigenlijk Menno. Menno. Wow. Echt bourbon. Ja, weet je, als dit een mystery beer was geweest, dan had je gelijk gedacht van, ja, dit is, zit er zo goed in, hè, dat vat. Maar ook die cacao nibs. Toch ruik ik ook een beetje het stuk, een beetje kokosachtig. Staat er niet op, maar ruik het wel. Die noten, ja, zitten wel in, zeker. Cinnamon, kaneel, wellicht in de smaak, in de geur zit er wel wat in, maar niet extreem. Het is echt die bourbon die echt overheerst. Ja, ruikt echt fantastisch. Dus 12 maanden gerijpt, bourbon barrels. Staat niet bij welke bourbon barrels. Het kan Heaven Hill zijn, kan van alles zijn. Maar dat maakt nu even niet uit, want hij ruikt echt fantastisch. We gaan hem proeven.
Nogmaals, Bier met Menno. Volg hem zeker op YouTube, Instagram, Facebook. Topper, echt waar. Binnenkort, Menno. Ook voor mij. Zeker. Dat is, bij deze is dat natuurlijk gezegd. Hè? We gaan hem proeven. Here we go. Cheers. Wow. Wow. Dat ik zei dat die kaneel in de neus zit er wel in, maar niet extreem. In de smaak proef je hem zeker wel. Weet je dat kaneel, weet je dat scherpe, pittig. Hè, kaneel is natuurlijk vrij pittig van zichzelf. Dat proef je wel mooi terug. Bourbon, ja, dat zit er dik in. Die noten proef je zeker wel. Een beetje die hazelnoten zitten erin. Ja. Het is gewoon een goed bier. Het is gewoon een lekker bier. Echt waanzinnig. Een beetje de prikkelige dus van het kaneel. Dat komt mooi terug. Het is net alsof het koolzuur is. Maar als je het eenmaal in je mond hebt, denk je nee. Dat is die kaneel. Dus echt zo'n bier waar je lekker op de bank, lekker chill. Ik zit nog steeds buiten hoor. Het is niet bloedheet of zo. Het is gewoon goed temperatuurtje. Maar je kan ook lekker op de bank zitten. Filmpje, raceje, wedstrijdje. Kan makkelijk. Cijfer voor de bier. Ik geef gelijk aan de cijfer. Ik ga ervan genieten. Ik heb er zin in om van te genieten. En dat doe ik nu ook, maar zo lijkt het allemaal. Zij voor de bier. Hij krijgt van mij een 8,5. Hij is echt supergoed. Menno, hartelijk dank. Echt waanzinnig. Echt superlekker. Ik ga er echt van genieten. Nogmaals bedankt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Bedankt voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren. En hopelijk zie ik jou de volgende keer hier gewoon weer op YouTube. Daar gaan we wel vanuit, toch? Cheers.